Dimitri? Gelieve naar uw toestel te blijven, er zijn nog wachtenden voor u. Dimitri, nom de Dieu! Ja, met dit het oké, Kars. De zaak voor de luistert. Dimitri, wanneer gaat je nu eindelijk eens dat raampje van mijn voiture repareren? Ah! Ja, we hebben het hier geweldig druk voor het moment. Ik zal even de planning raadplegen. Momentje. Dimitri, ik moet morgen met een belangrijke klant naar Brussel. Ja, sorry, er zijn nog wachtenden voor u. Ja, en wat moet ik dan zeggen tegen die mens? Zet u een muts op uw kop, want ik krijg mijn ruit niet meer naar omhoog. Ja, je kunt hem zeggen dat u een garagiste truc heeft, hè. Salut! Zeg, dat scheelt hier DDT. Die heeft het hoog in zijn bol gekregen, omdat hem deze week toevallig eens een paar klanten meer heeft. Ja, deze zijn dat just gisteren. En? Wat denkt ervan? Schoon. Vind jij dat? Wat is daar mis mee misschien? Mis? Niks. Allee, als je nonnen school wilt beginnen. Nee, het is een echte schande. Trainer, op zo'n veld spelen we niet meer. Het gras staat er dan als knieën. Ik zeg u toch, de grasmachine is kapot. Ja, maar wat scheelt er dan, Sergei? Ja, maar ik ben trainer, hè. Ik ken niks van grasmachine. Ben je van voetbal wel? Nou, Pascal, wat stelt dat voor? Ah, dat is ons nieuw uniform. Gaat het terug bij de nonneke startschool? Ja. Begint jij nu ook al? Dat is het uniform voor mijn taverne. Hè? Huh? Taverne? Ja, Pascal gaat dat hier eindelijk iets van meer stijl geven. Ze gaat van het café een chique taverne maken. Ja, en wij gaan haar helpen. Hoe jammer zeg. Dan... En jij denkt toch niet dat je volgende week hier nog zo kunt binnenkomen met je vuilschoenen? Hola, zeker. Zeg, en mijn menukaart is ook al klaar. Oh, nee. Ja. Wafels, crêpe Suzette, ja. En voor de grotere honger een spaghettieke of een lasagne. Oh, my, dat is lekker. En de bomaworst provençal. Zeg, meneer Boma, dat wordt hier een taverne, hè? Geen frituurken, hè? Wie gaat dat hier allemaal komen opeten? Ja. Ah, daar moet je geen zorgen in maken. Ik heb al reclame gemaakt. En zaterdag zit dat hier stampvol. Zeker weten. En op mij kun je ook rekenen. Dat Pascalke. Ik zal zelfs een paar van mijn vriendinnen opbellen. Oh, merci, Balthazar. Heb je dat gehoord, man? Zaterdag zit het hier vol met patekens, madame. Ja. Gaan we zomaar ons lokaal laten afpakken? Ja, dat gaat zomaar niet, hè, Pascal. Dat is hier... Ik heb al een schoolstofje gevonden. Ja, voor mijn tafelkleedjes en voor mijn gordijnen. Ja, dat kun je toch zomaar niet laten gebeuren, hè, voorzitter? Maar, hè, Badde, zo'n probleem is dat nu toch niet? Je kunt hier blijven komen, maar je moet nu alleen maar een beetje beter kleden. En gelijk, ik. Ja, en u wat beter gedragen. Ja, en omdat de prijs van de pinten opslaagt, dus u zult ook wat minder moeten drinken. Ik ben op reportage. Ja, Pieke, wacht eens even. Ga dat eens passen. Zeg. Jij denkt toch niet dat ik dat ga dragen? Ja. Wat is dat trouwens? Wel, dat is het uniform voor ons taverne. En zaterdag ga jij dat wel dragen. Oh nee. Zaterdag moet ik een hele dag werken voor Publitime. Ja, maar wie gaat mij dan helpen met opdienen? Dat zult je zelf moeten oplossen. Jawel, bye-bye. Ja, maar Pieke, zaterdag zit dat hier stampvol. Ja, maar dat ga ik alleen niet aankunnen. Doortje, jij moet mij komen helpen. Ja, maar ik kan niet. Ik moet zaterdag werken. Het is heel druk in de garage. Carmen, jij dan. Hallo. Ja, maar ik wil wel helpen. Allee, met goede raad, hè? Jij denkt toch niet dat ik mijn nikkel hier kom afdraaien, zeg? Ja, zeg, daar ben ik vet mee, hè? En weet je dan iemand die mij wel kan helpen? Ja, misschien. Therese, kun jij niet komen zaterdag? Lucia, goed dat ze niet weet dat onze leerlingen stage lopen, hè? Gratis voor niks. Is dat dit? Zeg, Pascalke, waarom vraag je geen stagiair aan bij Poolse school? Oh, dat is een goed idee. Ja. Oh, zou dat kunnen? Oh, ja, natuurlijk kan dat. Hé, dat kost niks, hè, Polleke. Hé. Wel, dat is dan opgelost. Ik laat een stagiair komen. Ja, bedankt, hè, Carmen. Ja, zeg, en totdat ik iemand heb, ga jij mij helpen in de taverne, hé, Markske? Hey. Wie gaat er dan in de goal staan? Ja, dat is uw probleem, trainer. En wilt je nu eens maken dat je buiten bent uit mijn toekomstige taverne met uw vuil botten? Ja. Hela, hola, zeker. Markske, mag ik dat nog eens zien? Ja, jongens, er is nog altijd geen druppel warm water, hè? Nu is het genoeg, hè? Geen warm water in een onbespeelbaar veld. Ja, en dan pakken ze ons lokaal nog af. En de keeper. Zeg, mannen, maar dat gaan wij toch zomaar niet laten gebeuren, hè? Wat kunnen we dan doen? Ja, als voorzitter kunnen wij ook al niet rekenen.
dat taverneplan moet mislukken. Oh, dat is jong. Denk? Ik denk dat ik iets weet. Oh ja? Ja. Paul, jij gaat Pascal als stagiair helpen. Zijn er niet helemaal zat geworden? Maar nee. Je stelt daarvoor dat jij op school snel al een stagiair geraakt op voorwaarde. Dat ik niet moet helpen. En dat die tussen direct gemaakt wordt. Ja, maar ja. Nee. Als ik voor een stagiair zorg, dan komt die taverne er toch. Ah, ja, maar je zegt dat je het zult doen. Maar je doet het niet. Ja, maar nee, dat is liegen. Dat kan ik niet doen, hè. Ja, maar je moet. We hebben toch geen andere keuze. Oh, dat is maar een klein leugentje, hè, Paul. Om best weer. Nee, jongens, dat mocht je van mij niet vragen. Allee, mannen, je hebt het allemaal gehoord, hè? Het hangt van Paul af of wij ons lokaal verliezen of niet. Hè? Oh, moeten we het doen of niet? Doen! Voilà. Ah, wel, dat hoor ik nu graag. Dat is ook niet niks. De motetten van Bach. Dat is cultuur op hoog niveau. Ja. Die van Bach ken ik niet, maar die van mij staan ook op hoog niveau. En terwijl dat de stagiair bezig is in de keuken, neem ik hier de bestellingen op bij de dames. Zijn je zeker dat je tegen zaterdag al een stagiair hebt? Ja. Polleke gaat dat regelen. Paul, die kan dat gemakkelijk arrangeren op school, hè? Ja, de mannen zijn al bijgedraaid. Mm. Wel, Paul, dat vind ik nu chic van u. Ja, maar er zijn wel voorwaarden. Ah ja, voor wat hoort wat, hè? Ah, kom, laat eens horen. Ja, dat je vanaf nu de keeper met rust laat en dat je ervoor zorgt dat het warm water in de douche gerepareerd wordt. ASAP. Ah, wat? Dat is lege taal, hè, Pascalke. As soon as possible. Dat betekent subiet. Ah. Akkoord. Als Paul zorgt voor een stagiair, dan bel ik nog eens naar Dimitri voor die reparatie. Okay. Ah, wel, ik vind dat spijtig van die stagiair. Waarom? Ja, Markske zou schoon gestaan hebben met dat rokske. Ja, zeker, meneer Van der Zanden. Ja, meneer Van... Maar iedereen wil bij DDT zijn. Ja, DDT is erg populair tegenwoordig, ja. Dan gaat er maar op een andere boerke. Dat cliënteel van tegenwoordig. Dimitri, je moet wat vriendelijker tegen de klanten zijn. Ik heb er toch genoeg. Voilà. Allee. Ah. Is het oké, Kaas? Ja, wat is het nu weer? Ja, luister, Pascal, we hebben het geweldig druk hier, hè. Tegen wanneer moet dat klaar zijn? Tegen gisteren? Dat kunnen met zijn voeten ook. Ja, en kom jij ook al met een kostbare tijd verprutsen? Oh, ja, ons grasmachine is kapot. En dan? Kunt jij dat niet maken? Ja. Ja, sleut. Dat is niet meer te maken. Trouwens, ik heb er geen tijd voor. Ja, maar zeg. Ja, komt u niet, ja? Ja, salut. Ja, salut. Ja, salut. Wie kan mee? Iedereen van belasting. Ja, maar je moet dat positief bekijken. Dat zijn ook klanten. Maar ik krijg mijn werk nul niet gedaan. Doe dan gelijk Pascal, hè. Vraag een stagiair aan bij een school. Personeel, dat kost te veel. Een stagiair kost niks. Zeg dat nog eens. Die werkt gratis en voor niks. Ja. Toortje, waarom heb je dat niet eerder gezegd? Gratis. Maar ik voel mijn armen van al niet meer. Oh god, wat een flauwe zeg. Markske doet dat heel goed. Allee, kom Markske. Schuif ze nu een beetje opzij. Nee. Allee. Ça sera joli, Pascal. Ik had toch een ander stofje gekozen. Zo. Ja, meer roze voile of zo. Ja, jij zou er hier direct een cabardouche van maken, hè? In dat geval kan ik u direct aan het servet zetten. Ah, apropos, Polletje. Waar blijft mijn stagiair? Ja, maak u geen zorgen, Pascal. Polletje heeft dat goed gearrangeerd. Ja. Vandaag of morgen is die hier. En, je zult verschieten. Het zal tijd worden, hè? Hé, verschieten zal ze. Ah, zijn mijn douches gerepareerd? Gerepareerd? Ja. Daar heb ik nu geen tijd voor, hè. Ik heb alleen een bestek gemaakt. Hier. Wablief, 10.000 frank. Ja, omdat het gisteren moest gedaan zijn en mijn uren die lopen. Juist dat je nu geen tijd hebt. Ja, maar binnenkort wel als mijn personeel arriveert. Ah, personeel? Geen schoolpersoneel, hè? Allee. Zeg, apropos, ik heb een goede grasmachine voor u gevonden. Ah. Voor een vriendenprijsje. Ah ja? Ja. Hoeveel? Schoon occasie. Zo goed als nieuw, 50.000 frank. Oh, man. Vind je dat een vriendenprijsje? Zeg, met een vriend misschien? Voor 2.000 frank Althuizer, voor 1.000 frank verf en die zotten gaan daar 50.000 frank voor betalen. Mooi!
leven is mooi, zolang de centen maar voor Dimitri zijn. Mooi het leven is. Goedendag. Dag. Wat zet jij van plan met dat stuk oud ijzer? Oud ijzer? Dat is een prima grasmachine. Vrouwen en techniek, hè? Ja, wat kan ik voor u doen? Nee. Wat kan ik voor u doen? Hoe dat? Ze hebben mij naar hier gestuurd voor mijn stage. Ah, maar je hebt u van huis vergist. Ja, je bent de stagiair van Pascal. Ze zullen weer de nummers verwisseld hebben. Dat gebeurt meer hier. Ah, zijt je zeker? Ja, je kunt niet missen. Het is zot thuis hiernaast. Oké, bedankt. Stel je voor, een vrouw als mechanicien. Twee koffies en twee krepsen zet. Ja, dat komt in. Dank u, vrienden. Ja, zeg, Pascal. Jum, ik zie hier nergens boba-worst staan. Ah ja, Pascalke, ja. Die spaghetti, is dat mijn frietjes of mijn rijst? Dat is mijn brood, als je wilt. We serveren geen frietjes. Zeg, Pascal, waar blijft mijn koffie? Ja, Carmen. Oh, kun je geen frietjes krijgen? Ja, dan denk ik dat ik gewoon een dagschotel neem. Pas maar op dat u deze keer geen eten geeft. Ja, ja zo één met schuim op, hè. Zeg, het is wel een schoon taverne, maar de bediening is toch wel wat van de trage kant, hè. Het is een beetje personeelstekort, hè. Hey, stop daar niet mee, hè. Het is zo wel erg genoeg. Ja, maar het zit nog niet vol en ze kan nu al niet volgen. Ja, zeg, als je alleen maar hier bent om pinten te drinken en mij uit te lachen, dan kun je even goed hier op je gewoon plaats aan een toog komen staan. Pascal, ja. Dat is zo nerveus. Je zou voor minder. Straks is die stand vol, ik sta er alleen voor. Allee, zeg, en wou Bieke echt niet helpen? Ja, ze moest zo gezegd werken. Oh, nee, ze moest dringend op reportage. Ja, en ik heb mijn bijdrage al geleverd met mijn goede raad. Ja, daar ben ik ver mee geraakt, ja. En jij hebt mij ook goed liggen gehad, hè, schoolmeesterke, met je stagiair. Ja, maar het is mijn schuld niet. Oh, het is zijn schuld niet. En wel, daar ben ik vet mee gezet, bedankt. Hola. Pascalke heeft toch niet gelogen. Zien is maar volk. Ja, meer volk dan mensen. Allemaal oude madammen. Santaria. Huh, dat is al wat jonger volk. Bij gedacht. Op uw gemakkie? Bent u de uitbaatster? Ja, ik zal direct uw bestelling komen opnemen. Als u eventjes wilt wachten. Sylvie, ik kom hier voor mijn stage. Oh, kind, jij komt juist op tijd. Kom maar mee. Oh. Polleke, ik trek mijn woorden terug. Zij bedankt. Ja, Polleke, zijn dat die onschuldige meisjes waar dat jij les aan geeft? Gelukkig dat Toortje hier is, hè. Ik weet van niks, maar ik zweer het. Ja, ik begin mij toch al wat beter te voelen met dat tavernegedoe. Hè? Ja, ja, zo gerief in de keuken. Schoot bak sardine, bakker. Ik denk dat ik eens gaan zien of ze in de keuken geen hulp nodig hebben, ze. Jij blijft hier, Romeo. Ja, Julia. Bon. Ik denk dat dat het voornaamste is. Voor de details heb ik natuurlijk nu geen tijd, maar die kent u waarschijnlijk beter dan ik. Niet waar? Details? Voilà. Ik moet nu gaan voortdoen. Begin hier maar mee. Een wafel en een crêpe Suzette. Voilà. Ah nee, twee. Ja, maar madame. Er waren hier drie koffies. Madame. Ja. Ja, oh ja, madame. Een klein momentje. Zeg, Pascal, die koffie is koud. Jij zou mij beter wat helpen. Ja. Die houdt dat nooit vol. Madame. Wilde nu mijn crêpe Suzette eerst brengen? Excuseer mevrouw, ik zal eens direct gaan kijken. Ja. Pascal, waar blijft mijn nieuwe koffie? Oh nee, eerst mijn crêpe Suzette. Nee, eerst mijn koffie. Ja, zeg. Oh, mijn keuken staat in brand. Iedereen zit zich nu te amuseren op de opening van de nieuwe taverne en ik sta hier te werken. En dan nog op een zaterdag. Doortje zacht niet. En mijn baas is weer goedgezind. Begrijp het ook niet met de tremmerie. Uw stagiair had er al lang moeten zijn. Oh, nou is ook directeur.
Ik heb het daar juist nagekeken, meneer de Trimmery. Het is de zekere Silvio Danelis. Een Italiaan, denk ik. Huh? Ik heb toch ook altijd tegenslag, hè? Vraag een stagiair en ze sturen mij een Italiaan die niet wilt werken. Racist. Vraag toch alleen maar een gratis werkkracht? Is dat tot te ver gevraagd, misschien? Ja. Gaat het, juffrouw? Ja, dank u. Voilà. Heel mijn fornuis en mijn dankafonzin. Het spijt me, mevrouw. Maar ik heb je nog zo proberen zeggen dat ik mechanica doe. Oeh, laat maar. Het is nu toch gebeurd. Mechanica? Wat kom jij dan in een taverne een stage doen? Ja, ik moest hier in een garage zijn, hier in de buurt. Maar daar zei ze dat ik hier moest zijn. Hoe jammer. Dan zei jij de stagiair van DDT. Ja, zeg. Maar als Sylvie de stagiair is van DDT... Waar is de mijn dan? Oh. Wel. Voilà. Ah, nu dat je daar toch aan bezig bent, Bieken heeft gevraagd wanneer dat ze haar een auto mag binnenbrengen. Oh, maar dat is iets voor als mijn stagiaire doorkomt, hè? En Boma wil dat je direct zijn een auto maakt. Hij is heel kwaad. Kwaad? Hij zegt dat je een omhooggevallen garagist bent. Omhooggevallen garagist? Hier! De omlaaggevallen worstendraaier. Dus jij hebt helemaal geen stagiair aangevraagd. En zou ik misschien mogen weten waarom dat je dat niet gedaan hebt? Ja, wij hadden dat samen afgesproken omdat we niet graag ons kantine kwijt wilden. Voilà. Zeg, en jij hebt daar aan meegedaan? Oh, dat was per ongeluk. Ja. Dus jij hebt gewoon gelogen tegen mij. En ik ben maar uitsloven. Heel mijn keuken is geruineerd. Zet je nu content? Pascal, ik zeg kan. Ja, ja, dat valt mij dik tegen van u. Ik heb geraakt. Ja, ik wil alles doen om het goed te maken. Als je wilt, dan bel ik vandaag nog voor iemand. Ja, dat is wel een beetje laat, hè. Mijn klanten zijn allemaal weg en mijn keuken is om zeep. Ja. Maar misschien kan ik helpen. Ah. Kijk, als ik nu eens mijn stage bij u zou doen, dan kan ik dat ook voor Nes repareren. En die damkap, dat zal ook wel lukken. Ja, ik zal de keuken schilderen en behangen. Oh ja. En wat gaat je dan de rest van de tijd doen? Ja. Bah, ik kan wat auto's repareren. Oh. En ik weet het een en ander van loodgieterij. Oh, het is dat is eigenlijk waar, hè. Er is hier werk genoeg. En met Dimitri, die de laatste tijd toch geen poot uitsteekt. Ja. Sylvieke, je bent aangenomen. Ja. De douches die moeten toch gesteld worden. Ja. Oh. Ah ja, en ons grasmachine. Ja. De voiture van de voorzitter. Ja. En de mannen moeten haar helpen, want die hebben nog iets goed te maken, hè. Ja. Zeg, Sylvie, maar gaat je geen problemen krijgen met je school? Oh, daar moet je niet mee inzitten. Als ze van niets weten, kunnen ze ook geen last verkopen. Hè? Nee, dat is mooi. En DDT? Die heeft een kans gehad. Ja. Bon, Sylvie, welkom bij de kampioenen. Allee, Pascal, op de nieuwe Mécanocien, tournée zijn. Graag. Kom, we gaan er een pakken. Wij zijn daar nog goed van afgekomen. Ja, dat is waar. Jij gaat Sylvieken helpen. Ja. Ja, ik niet, want ik ken niks van mechanica. Maar dat zal ik u wel leren. Ja, de 13. Oh. Dat is de ringsleutel. Ik heb een steeksleutel nodig. Dank u. Bougiesleutel. Ja, bedankt. Wat zeg je daarvan? Er is zoiets van de gaatspensier is. Amai, wat vraag je dan voor, Dimitri? 50.000 frank. Zo goed als nieuw, hè? Dank u, Dimitri. We hebben ons eigen gerief. Wat, hè? Laat dat stagiairke van Pascal al uw machine foefelen. Ben de sikkelaar. Hé, hey, knap gefoefeld, hè, Dimitri? Pure chance. Binnen 5 minuten ligt dat machine weer in pan. Moet ons stagiairke de machine eens nakijken, onkel? Dus Doortje, je zegt niks tegen Dimitri. Wees gerust. Sinds die affaire van gisteren met dat grasmachine moet hem niks meer van die Sylvie hebben. Oh. Hey, als DDT weet dat zijn stagiaire hier zit en dan nog zijn werk aan het doen is. Pas op, die Sylvie heeft poten aan haar lijf. Dat is eentje van mijn soort. Hè. Die laat zich niet doen door de mannen. Op het moment is ze de douches aan het repareren. Ja. Als je van de duivel spreekt. Als dat niet rap is. Dimitri, wat kom jij hier doen?
Ah, de douches repareren. DDT-service. Sorry, Dimitri, maar dat is niet meer nodig. Waarom niet? Omdat je te duur bent. Te duur? 10.000 frank? Is dat te duur? Allee, ik zal er mijn verplaatsingskosten aftrekken. 5.000 frank. Omdat we buren zijn. Nee, dank u. Allee, ik zal een speciaal prijsje maken. 4.750 frank. Maar wil cash betalen dan. Goh, amai Sylvie. Je hebt wel verstand van uw werk, hè? Aha. Vergeleken met u is DDT een prutser. Dat is geen compliment, Xavier. Kent jij een grotere prutser dan DDT? Voilà. Dat is dan ook weer geregeld. Je hebt weer warm water. Zeg, wil de rest van in een boiler afblijven? Straks een hele spel in nodig kloppen, zeg. Hé? Wat ga jij doen? Kom, ga jij maar eraf was doen en laat het zware werk maar over aan de mannen. Oh. Zeg, je hebt nog chance dat je net op tijd bent toegekomen of gaat hij een nieuwe boiler kunnen installeren, hè? Voilà. Ja, zet de kamer open. Is het warm water, Dimitri? Zot ga je! Pascal, ik doe een proces aan slagen en verwondingen. Hè? Uw stagiair is levensgevaarlijk. Meneer hier heeft al mijn reparaties om zeep geholpen. Ik kan weer herbeginnen. Kan naar de vakbond, hè? Ja, de vakbond van de zwartwerkers, zeker. Trek het u niet aan, Sylvieke. Dimitri maakt heel veel lawaai, maar dat is dan ook alles. En veel brokken. Ja, lach maar, ja. Meneer Bomen, je bent toch ook een zelfstandige? Je weet toch hoe ik mij voel? Ik weet dat jij nu ook een valling zult krijgen bij je natte kop. Mensen kloters. Oh. Amai, ben ik blij dat ik niet bij die bos heb moeten werken. Ah, Bieke, kom, dan ga je autoke binnenbrengen. Nee, ik kom zeggen dat het niet meer nodig is. Niet meer nodig is? Ah, nee. Ik heb iemand anders gevonden. Oeh, jij ook al? Ja, mijn boom heeft er juist ook al afgebeld. Ja, maar het zijn zonden bij DDT, hè? Niet gezien een stuntprijs. Ja, maar ik kan het gratis laten doen. Gratis? Toch weer niet door je stom stagiairke. Ja, komt niet klagen als ik haar foefel moet repareren, want dat gaat een stukken van mensen kosten, hè? Ja, dat is nu toch ook al, hè? Dag, Dimitri. Ja, maar... Hier. Weer al rekeningen. Iedereen is tegen mij. Tja, het Rino. Stagebeoordeling van Sylvie Danelis. Geen Silvio. Dat is die stagiair van Pascal, hè? Het is niet waar, hè? Zeg, Sylvieke, merci, hè? Het is niks, Carmen. Het is daar Aapke neer. Ik krijg het niet meer daar omhoog. Nou, zou het geeft een keer naar mijn uit laten willen kijken? Allee, ik zal dan maar eerst eens kijken. Ik wil bij mijn stagiair. Hoe wil mijn stagiair? Je weet goed genoeg wie dat ik bedoel. Die is Livie Danelis. Je bent mijn stagiair. Kom. Kom maar. Fred. Laat haar los. Het is de stagiair van Pascal. Nee, zeg ik, ze is van mij. Kom. Wilde jij alle twee wel eens mee poten van mij afblijven, ja? Dimitri, jij gaat Sylvie gerust laten. Je moet mij alle twee gerust laten. Sylvieke, wat scheelt er? Wat dat er scheelt? Ja. Dat is mijn stagiair. Dat scheelt er. Uw stagiair? Een vrouw? Jij vindt ook dat die alleen maar goed is voor de afwas? Ja, en je hebt ze trouwens zelf weggestuurd. Ja. En nu pak ik haar terug. Ja. Voilà. En wie gaat het daarvoor meebrengen? Ik heb inderdaad de directeur van haar school gebeld, ja. En als ze met haar stage niet komt doen, dan is ze gebaasd. Oh, nee, Dimitri, dat kunt je niet doen. Ja, dat kan ik wel. En je mag nog blij zijn, hè, dat ik geen klacht neerleg wegens broodroof en werkafpakkerij. Oei. Jij mag zoveel klacht neerleggen als je wilt. Sylvie is mijn stagiair en ze blijft hier. En nu gij zie. Ze is van mij en ze gaat mee. Kom. Mag ik ook nog eens iets zeggen, ja? Ik ben oud genoeg om zelf te beslissen. Ach. Ik ga mee met meneer DDT. Ik vond het hier heel plezant, Pascal, maar ik kan het echt niet riskeren van te buizen. Het spijt mij. Voilà. Eindelijk gerechtigheid. Kom. Zeg, en als jij gratis werkt, dan hebben wij geen minuut te verliezen. Hè? Ja, daar heb jij wel gelijk in, want...
Binnen precies wel geteld 1 uur en 5 minuten zit mijn stageperiode erop. Het is niet waar, hè?